Ik hoorde van Ron de Groot dat ik veel aan jou mocht vragen vandaag. Waarom zou hij dat gezegd hebben? Dat weet ik niet. Nou, ik weet dat je in ieder geval bent geopereerd aan je stembanden deze week. Dat is 2 operaties in een maand tijd voor jou. Ja. Deze was noodzakelijk, omdat het stem af en toe helemaal dicht sloeg. Dus ik moet ook niet te veel praten, misschien dat Ron dat bedoeld heeft. Oh, je had al veel volume in je stem langs de zijlijn. Misschien is het hard geschild soms. Ja, niet alleen de afgelopen jaar, maar dat gaat over meerdere jaren. Maar mag niet zoveel naam hebben, het is een kleine ingreep. We gaan even terug naar afgelopen week. Je speelt thuis tegen Willem II. Was een moeizame eerste helft. Ja, klopt. Wat vond je dat het beter kon? Nou ja, kijk, die wedstrijd heb ik al nabesproken. Ik vind dat we scoorden heel goed. De eerste 10 minuten waren het fantastisch. Alleen dan moet je doorzetten. Met name de manier waarop hun in de wedstrijd lieten komen. Dat heeft mee te maken met de restverdediging. Nou, dat was niet goed. Aankomend weekend AZ uit. Een hele andere ploeg. Een goed voetballende ploeg. Goede resultaten. Vorige week eigenlijk moeten winnen in Groningen. Hoe ga je dat aanpakken? Nou ja, kijk, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je weer met passie gaat spelen, zoals we dat ook hebben gedaan in andere wedstrijden uit. Hè. Denk maar aan NAC Breda, denk maar aan Ajax uit. Dus dat is het allerbelangrijkste. Veel voetballend vermogen, AZ gewoon toch eigenlijk wel sterk. De thuiswedstrijd die zou je ook nog wel herinneren. En nu? Nou ja, kijk, het is niet zo dat ze niet kunnen verliezen. Hè. Ze hebben dit jaar ook wel eens wat verloren. Dus wat dat betreft heb je altijd tegen elke ploeg kans. Het gaat erom nogmaals hoe je zelf dominant durft te zijn in je speelwijze. En dat is het allerbelangrijkste. Voorbereidingen heb je niet echt kunnen treffen met dit weer. Dat is heel lastig, denk ik, voor jou. Ja, we hebben qua veld niks kunnen doen. Dus nu komt het op neer op de mentale hardheid van de spelers. Hoe goed zijn ze in hun concentratie? En hoe goed kunnen ze met weinig training geconcentreerd die wedstrijd ingaan? Ja, want wat heb je eigenlijk deze week nou gedaan met de spelers? Buiten trainen was het eigenlijk onmogelijk. Ja, we hebben wel wat buiten gedaan en binnen wat. Het is afvissen, maar het is gewoon behelpen. Maar nogmaals, er mag geen excuus zijn. Je bent fit, dus je moet deze laatste wedstrijd van 2010 gewoon oppikken. Ja, laatste wedstrijd van 2010 met Lasse Schöne en Buren Flemings. Er gaan heel veel geruchten om die twee spelers rond. Ik denk dat je niet echt happig bent dat die twee jongens weggaan. Nee. Kijk, ik hoop dat ze ook blijven en ik ga er ook vanuit. Alleen, je weet nooit hoe het gaat lopen. Maar op dit moment ga ik vanuit dat in januari ze beide hier gewoon zijn. Ja, want komt met name FC Twente om Lasse Schöne gaan geruchten. Flemings voor Club Brugge en 2 Engelse clubs. Komt er daar heel veel geld uit? Ja, je weet in welk pakket NEC zit. Dan is de kans toch wel aanwezig dat die twee jongens vertrekken. Maar hoe ga je dat opvangen? Hoe ga je dat oplossen met andere spelers? Nou ja, kijk, zolang het allemaal nog geruchten zijn, is het allemaal goed. Hoef ik nog niet te doen. Achter de schermen zijn we altijd bezig. Maar dat is iets voor mij. Hè? Dat is nog niet voor de buitenwacht. Maar zolang het allemaal nog maar geruchten zijn, dan hecht ik er nog niet zoveel waarde aan. We houden nog wat blessures bij NEC. Onder Kaber Babos en Rens van Eijden. Hoe gaat het met die twee jongens? Prima. Rens is ook alweer aan het trainen. En Gabor is volledig aan het trainen. Niet met de groep. Nog steeds zelfstandig. Maar het programma wat hij moet doen, dat loopt precies volgens schema. AZ uit dus, de laatste wedstrijd voor de kerstdagen. Het zou mooi zijn als je kan winnen, want dan heb je 26 punten. Ja, dat zou een heel mooi aantal zijn. Ook een beetje het aantal waar we op gericht hebben. We hadden het eigenlijk al lang moeten hebben, vind ik. Ik vind dat we wat punten hebben laten liggen. Dat heb ik ook vanmorgen tegen de jongens gezegd. Dus wat dat betreft kunnen ze het proberen om alsnog die 26 punten te halen aankomende zondag. Muziek, voetbal en informatie. Roodzwartgroen.nl is de perfecte combinatie.